Yo. Hallo. Yo. Die ga ik gewoon random live. Dat is cool. Was dan niet alles goed, toch? Zie je dat? Mooi. Gaan we nog een filmpje maken voor Insta. En dan zijn we gewoon live. Ja, yeah. Ik weet niks aan. Hoe het nu gaat, ja, goed met jou? Oké, we gaan even een filmpje maken voor Insta en dan gaan we beginnen. Oh, ik moet eerst even natuurlijk dit ding pakken. Het linkje. Kijk hoor. Pak eens wel het linkje. Yes, ik ben live met de Weekend League. Ik ga momenteel 6-0, dus kom kijken, check it out. Zwaar vermogen, maar 5 uurtjes geslapen. Gisteren ook 5 uurtjes geslapen. In totaal 10 uur, 2 dagen. Echt heel slecht. Ik slaap nog steeds bijna. Maar we gaan live, we gaan gewoon knallen. Let's go. Yes, ik ben live met de Weekend League. Ik ga momenteel 6-0, dus... Linkje plaatsen. Dan gaan we knallen. Yo, epic game. Is goed? Dat is mooi. Oké. Die is nu gepost. Is goed is. Gepost noem je dat. Iedereen corrigeert me altijd dat het gepost zegt, maar het is gepost. Ik heb het gepost. Dit is nog helemaal niet uit. Dus. Yo. Ik ga trouwens wel even een Belgisch trucje aan doen natuurlijk. We moeten natuurlijk onze buurlanden supporten. Ik wil even een Belgisch trucje aan doen. Volgens mij heb ik die wel. Kijk hoor. Oh. Tenu. Ja, Johnny's. Alrighty. Alrighty, alrighty, alrighty. Ik heb vanochtend ook nog getraind zelfs. Natuurlijk heb ik die. Kan je het wel zien met dat andere? Heel slecht volgens mij. Ik heb mijn uitding veranderen. Ik wil die eiken tenue, lijkt me echt hard. Even kijken hoor. Yo, Yassin, yo, Patrick. Welkom. Ik heb geen skamer nog gehad. Oh, dat is bikkel hoor. Dat is echt bikkelen. Yo, Marco. Begin. Ja, ik ga snel mijn team met tenutje veranderen. Anders kan ik thuis het niet zien. Of niet zo goed zien. Even kijken hoor. Eeuw! Even kijken. Oh, dit is wel vet. Ik hoop niet dat ik daar zo wat van. Maar dit is wel vet. Toch? Of ik kan ook Spanje doen ofzo. Team van seizoen te nu. Lol. Spanje uit, kan ook. Ah, Spanje is ook wel lachen. Heb je in de hele België Spanje ofzo. Yo Rolf, yo Pablo, yo Mike. Lekker every games, jongen. Hoeveel uur per week train je in de gym? Oh, deze week ben ik nu 5 keer geweest. Deze week ben ik 5 keer geweest nu. Nigeria er nu. Ik weet niet of dat er is. Nigeria is niet eens in FIFA volgens mij.
Nee, Nigeria zit er niet bij, man. Wel Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland is ook nog best wel dik. Oh shit, ik klik het weer. Ik ben helemaal nog dood, man. Ik ben echt dood. Ik heb echt bijna geslapen. Maar ja, doe je niks aan. Doe je helemaal niks aan. Zoeken? Wat voor tenutjes hebben jullie? Kijk, is ook hard, man. Die witte. Oh, kut, ik heb 1500. Ik dacht dat ik 650 had. Hè? Ja, weet je wat? Dan maak ik die zwart ook niet meer uit. Oh, ik heb die witte dubbel nu. Lol. Item. Ja. Ik wil die witte aandoen. Maar ik ga die witte aandoen en dan ga ik spelen. Ik vind die witte echt hard. Yo, Rens. Vries dat ik daar niet aangebeukt. Ja, ik kan ook wel eens verliezen. Doe niks aan. Even kijken. Ja, oh, ik ben echt vet oude nieuwe zelf shit. Yo, you know. Je gaat BK winnen. Ja, hoe Mexico zal spelen. Mexico er best wel dik uit, man. Ze spelen best wel dik. Dus, maar ik weet niet. Ik vind het niveau van het BK best wel laag eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben, vind ik hoor. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik vind het niveau best wel laag. Ziek team, oh man, ik heb iets van 500k loose gehad, hè. Door de landen gebeuren. Terwijl ik heb die weekly niet eens kunnen afmaken, man. Ik was veel te druk. Lekker Milo. Ik vind niet van Felipe Luis, ik vind Felipe Luis wel hard, man. Wie gaat die Edivis winnen? Ik. Sowieso, man. Oh jee, wat is dat voor vraag, jongens. Natuurlijk ben ik de Edivis. Yo, Sven. Jezus! Wat een eerste wedstrijd, jongens. Wat een eerste wedstrijd. Wat is dit nou weer? Oh jee. Kameratskies. Let's go. Easy win dit. We gaan het meemaken. We gaan het meemaken. Let's go. Je bent beter team. Ja, maar die 1 of 2 spelers maakt echt niet het verschil, hoor. Oké. Ik vind dat België shirt niet heel mooi, moet ik zeggen. Dat shirt wat ze nu hebben is veel mooier. Golazo! Gol, 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 gol! Hopelijk komen we elkaar niet tegen, anders hebben we een loose record. Kijk een shot er dan, die doerie. Kijk een shot er, jongens. Niet normaal. Wat is dit dan? Oei. Oh. Ik moet even inkomen ook, jongens. Dat is mijn eerste potje van de dag natuurlijk. Dat was niet de bedoeling trouwens, hè? Zag er wel leuk uit.
Dat was niet te bedoelen. Oh. Hallo. Pele. Poh. Nee, ik dacht dat er een ander doorliep. Wow, een lekker goaltje. Pele. Yo, Karel. Yo, Wout. Wat doe je die dance move? L1 en dan je rechter stick en tik je naar links en naar rechts. Ik doe voordat, ik ben met tier 96, wow. Ik met tier 82 volgens mij. Ik moet nog heel wat spelen. Hij is alleen maar aan het schoppen joh, die gast. Keeper. Heb ik? Niet? Na 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 na. Oh, scheids. Ja, dat is een rode hoor. Ah, als je komt op snoer gaat onderuit joh. Boom! Huh? Is het bij het spel? Oh, hij wou me schoppen. Boom! Dat lijkt maatje sowieso met jou, joh. Een tweede België-Tunesië, ja, België gaat winnen, man. Sowieso. Tunesië mag niet verliezen. Korte potjes. Korte potjes, jongens. Van de Sars er al niet zo heel best. Ja, het is tegen ook niet best. Twijfelgevalletjes. Ik weet niet of ik het zo ga doen. Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. Oké, okay, let's go. Oh, weet je nog even 20. Ik kan het niet meer veranderen, man. Ik zeg van de Saar, Pele en Louise. Ja, doe je niks aan. Pele had ik toen gehaald voor vorige week. De Nationale Weekend League. Alleen, jeetje. Nationale Weekend League, zeg maar, moest je met het nationale team spelen. En ik ging met Brazilië begon ik. En toen dacht ik, nou ja, gaan we Nederlands elftal spelen. Dus toen had ik eerst spelen, gehaald toen van de Saar. Dus vandaar. Maar ik heb hem helemaal niet afgemaakt die weekend. Ik had te weinig tijd helaas. Dankjewel, Tim. Dus zodoende. Oh. Ga zo meteen lekker bakje koffie nemen, jongens. Beetje wakker worden, toch? Ik ben al naar de team geweest, dat wel, maar... Ik weet niet, ik begin een beetje in te kakken, weet je wel. Jongens, hoe is het als Gries, man? Ik heb geen... De Ocinan. Ik heb nog niet met Griezmann gespeeld. Tot Griezmann.
Oeh, doe me net goed. Oh, hij is natuurlijk niet links. Hij wou vier big food, maar... Ja, dan kan hij dat soort dingen net niet. Vier de klein, man. Is het op tijd? Ja, het is op tijd. Oh, dat is niet best. Lekker Louis. Lekker picky. Ah, Ronaldinho. Ach, jongens. Doe eens leuk met me. Oei, joh, wat is dit dan? Oh, ik denk even penalty. Omdat ik stapte in met Maldini, alleen hij liep weg of zo. Scheids. Dit gaat niet goed. Als je teruggaf, was je gewoon door geweest. Ja, hij loopt weg. Waarom loopt hij weg? Oh lol. Ah, Son loopt ook weer weg. Hè? Waarom loopt ze allemaal weg? Dat is zonde. Ik wil gewoon binnen schieten. Oh jee. Ah. Nee, Alba vind ik niet zo fijn, man. Alba is niet zo fijn. Wat vind je 4.9 met Champions League, Tony? Ja, waarschijnlijk gaan we het niet gebruiken. Waarschijnlijk krijg je alleen een ander soort kaartjes, zeg maar. Met de Ultimate Team. Maar voor de rest, ja, gaan we het toch niet gebruiken. Is wel niet zo goed, jongens. Ah, jongens! Ik sta echt slecht. Ik moet even inkomen. Weet je, dat heb je altijd de eerste paar potten, weet je wel. Dan heb je altijd... Ah, ik moet even inkomen. Even zoeken hoe het ook weer allemaal ging. En dan... Oei, oei, oei! Ah, joh. Bijna sneeuwt in mijn eigen goal. Maar dan moet je even zoeken hoe het allemaal ging. En dan, als ze het eenmaal weer te pakken hebben, gaat pot na pot, gaat zo makkelijk dan. Maar ja. Dat je de goede komt natuurlijk. Maar staan we wat we doen. Zoals nu. Gaat het wat stroeven. Ik speel niet zo goed. Misschien is het ook zijn opstelling of zo. Dat niet, wat mij niet zo bevalt. Ah, dat is net niet. Dat is ook allemaal net niet, jongens. Oh man, wat een kans. Dus nu krijg ik een goal tegen. En vloor ik. Keeper dat je bouw gewoon van zijn voet af schieten. Ja, doe, soms heb je dat, kan je niks aan doen houden. Soms gebeuren er dat soort dingen. Hij wil niet. Ah, dat was niet de bedoeling, was naar Ronaldinho. Wel corner. Huh? Wat vind je van Thijs naar Ajax? Volgens mij is hij nog niet naar Ajax. Is het nog niet officieel? Dat is Adam, nee, ik heb hem niet gebruikt. Ik heb niet zo'n goede ervaring met keepers. Maldini, waar ga je naartoe?
Nou, stop eens. Ah, sorry, zo naartoe. Ach, jochie. Oh. Ah, het is wel ongelooflijk. Je neemt een tackle. Het lijkt alsof hij op een grasbiet valt en van de zuidelijk de andere kant op. Maar ja, ter steken is ook niet goed. Dus je weet ook niet wie je doel moet zetten. Ik heb gisteren ook al een paar keer van de zorg van de andere kant op duikt, terwijl de bal niet die kant op had. Maar ja, dus dat is nog maar eigen fout, hè, niet van. Maar ja, het is gewoon zonde. Ach ja. Yo, Mike. Ach jongens. Ah, scheids. Kom op nou, Pikkie. Slaat toch helemaal nergens op. Oh jongens, 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 wat ben ik aan het doen? Oh mijn god, deze gast kan er helemaal niks van. Doe ik het hier aan spits? Nou, ik kan het nog niet eens met Ronaldo in spits. Daar staan we met Kadira. Die van de Sarre ook nog een bal van mij gepakt. Gewoon een keeper. Ja, maar Ter Stegen is ook niet goed. Let's go. Ik ga soms wel even een setje wisselen. Ik vind Belgische shitje niet heel mooi. Ik hoop Alisson. Alisson vind ik ook niet fijn. Ik ben echt heel moeilijk, maar die keepers bij mij, dat gaat gewoon sowieso niet. Alleen tot de Gea, of tot die de Gea had toen voor mij een paar ballen eruit gehad. Maar ik heb nu geen geld voor. Maar voor de rest. Zijn het er gewoon niet? Dat is gewoon niet goed. Het is wel een damesfiche op koers, waar kan ik allebei niet matchen met Ramos. Wat? Ik denk al, wat de fuck is dit nou? Lijpe glitch of zo? Ik heb al lang gepaast, man. Waarom is hij zo?
Van der Sar ligt gewoon al. Ik snap het echt niet. Ik ga zo de test tegen proberen. Oei. Gewoon verlies hebben is gewoon mijn eigen schuld hoor. Met de kansen die ik heb gemist allemaal. Scheids? Waarom fluit hij bij mij niet? Let's go! Oké, we moeten even van opstelling veranderen. Vind je het Steven erg goed? Ik ga hem te sterk proberen, want die heb ik ook in de tweede op de bank. Die pelen is zo goed, hè? Alleen één snel is dat hij zo snel moe is. Maar voor de rest is zo goed, hè, die pelen. Ik heb trouwens wel een beetje geluk bij het doelpunt. Nee, wat doe je? Oké. Oeh, Memo, alsjeblieft. Keeper. Let's go. Oei, joe. Ik denk hij heeft hem. Ah joh, wat is dit nou weer voor bal joh, mafkees. Lekker hoor. Dit moet worden, tweede bal. Oh. Hallo, ik pak die bal af. Heb ik? Kijk, nu domineren we wel iets meer, alleen we creëren ook een stuk minder. Een beetje delay-achtig deze pot. Maar ja. Doe de pijler! Let's go. Ben je voor ons toch gestopt? Kevin. Dat is een blauw pro-playcard. Oh, van welke club doe ik? Die bergfietsen oplichten. Helemaal met je eens. Messi in de goal. Nou, ik denk niet dat hij veel kan pakken, Messi. Goed, ben ik een beetje Farmer. Farmer vind ik ook wel goed, inderdaad. Oké. Tuurlijk! Scheids! Oké. Ah! Bij spel, scheids alsjeblieft! Bij spel! Dank je. Ja, nee, de glitchpop. Popelle! Tuurlijk!
Fink heet die. Ken ik niet. Sane! Easy snack. Oké, we gaan zo meteen van Sabo wisselen, denk ik. Voor Ter Stegen dan. Oh, speel ik deze pot slecht, zeg. Oh, als hij erin ging. Oh, dat was echt ziek geweest. Deze pot zelf slecht gespeeld. Oh, scheids. Is een beetje hard, hè? Is een beetje hard, hè? Man. Ja, dat is een mooie bal. Van der Sar? Nee. Blijf vader Sané niet op de WK, dat ben ik helemaal met je eens. Sané is echt een fenomeen. Sané is echt een fenomeen. De pantoffel! Boom! Oh, als die erin ging. Dat is heel ziek geweest. Boom. Ah, ik kan gewoon een beetje ouder worden. Scheids, rood, penalty, alles. Wow. Hierdoor is een... Oh, scheids, nou. Wat een onaardig persoon. Ja, dat is rood prik. Toch? Wat? Hij geeft helemaal niks, hè? Hé, hey, Lonneke. Yo, doei. Of doei. Sumi. Deze opstelling gaat beter. Ja, het lag gewoon dus aan zijn opstelling. De 4-1-2-2. Dat niet helemaal goed uitpakte voor mij. Vertrouwen is er. Ja, ik ook, man. Yo, lekker met jou, Nick. Dus dat. Dus dat, Nick. Boom. Sta eruit. Oh, jee. Ik ga zo even snel een bakje koffie maken en dan ben ik er weer. Dat is echt 1 minuutje werk, hoor. Dan ben ik er weer. Oh, scheids. Hij is een beetje aan het schoppen. Hij is een beetje boos op me, denk ik. Doe die Sumi Lonneke pochtje. Doe dat, Jessie. Oké, ga snel een koffietje zetten. 2 seconden hoor.
Oh. Ben ik weer. Morgen. There's no incoming. Laten we het hopen. Laten we het hopen. Het zou heel ziek zijn. Kijken hoeveel ik vandaag kan spelen, dus ook morgen. Maar ik wil natuurlijk wel even wat spelen. Hoe ver denken jullie dat België gaat komen op het WK? Ik ben wel benieuwd. Ik ben 1 minuut en 20 seconden weg geweest. Dank je. Ik ben weer te laat terug, 20 seconden, helaas. Rusland gaat WK winnen? Nee, denk ik niet. Zou ik wel ziek vinden hoor, dat wel, maar ik denk het niet. Boven in Engeland komen ver, denk ik. Oh, Engeland was slecht hoor. Tegen, hoe heet het? Ze hebben 2 corners, 2 goals door Harry Kane. België speelde op een gegeven moment wel goed tegen Panama. Oh wacht, ik moet even een shirtje weer wisselen. Ik vind de Belgische shirt niet zo fijn spelen. Waar is mijn shirt? Dit is mijn shirt. Ik kan ook met Mexico spelen. Oh, Mexico tenue. We gaan Mexico tenue. Ja man, goed dat je het zegt. Wat vind je van Mexico, Tony? Ik vind Mexico echt hard houden. Oh, had ik verwacht dat Duitsland zou winnen van Mexico. Maar Mexico vond ik echt vlam. Ik zou wel hard vinden als Mexico kampioen zou worden. Eerlijk, zou echt hard zijn toch, als Mexico kampioen zou worden. Maar ik denk als we weer tegen Duitsland komen, dat Duitsland dan wel wint. Is thuis nu altijd te duur? $2,800 zijn we ook niet meer aan. Ze verdienen het allemaal, ja, vind ik ook. Nieuwe kaart van de Sounds, echt fucking ziek. Heeft hij weer een nieuwe kaart? Ziek hoor. Oh jee. Hij had die Lozano Tots kaart. Volgens mij is die Lozano Tots ook waar. Oh, Mexico shoot je zijn kaart. Mexico. Mexico.
Mexico. Ja, Mexico shootjes en hard. Ah, shit. Nee, ik moet wel het uitschot veranderen, denk ik. Ah, dat is pech. Ik had hem kort ook moeten schieten. Mexico. Hup, lol, wat is dit dan? Ah joh, Johnny is nog aan toe. Het is wel voetbal, hè, scheidsie. Geen ballet. Ja, ik moet wel even anders shirtje kiezen. Ik denk dat ik een lichte shirtje moet kiezen ofzo. Het donker is moeilijk te zien. Dat groene is ook best wel donker. Mexico. Mexico. Scheids, rood. Penalty. Oh. Ja, wat is dit dan? Misschien gewoon door ze heen. Lekker Vieira. Ja, hè, hè. Wat een geschot. Wat een geschot, joh. Man, 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 wat een gedoe. Het lied Mexico van de zangeres zonder naam. Ja. In Mexico. Mexico. Boom. Mijn bal. Nee. Op je mel, jong. Gaan we thuis van Zweden, klopt. Ik denk wel dat Duitsland nu gaat winnen, hoor. Als Duitsland weer verliest, leg ze volgens mij gewoon eruit. Ja, want daar heeft Zweden 6 punten. Lijpe shit. Als Duitsland vanavond verliest, leg ze gewoon eruit, hoor. Hoi, dit is gevaarlijk. Dat zou echt het grootste verrassing zijn op het WK als Duitsland dan al eruit ligt. Oh, mooi gespeeld, ja. Ik kon heel niks doen. Het is gewoon mooi gespeeld. Oei. Wat? Ik doe al die dingen niet. Oké, let's go. Let's go, Mexico. Mexico. Let's go, Mexico. Oh, wat een redding. Die heeft hij op doel dan, die wil ik ook. Ah, Johnny is nog aan toe. Ah, dit is echt een beetje mazzel. Come on, tuurlijk. Mexico. Mexico. Kom eens. Ah, jongens. Wat een blunder van Tony Coconel. Dat kan toch allemaal niet, jongens. Oei. Nee. Ronaldinho. Man. Hij loopt gewoon weg bijna. Ronaldinho nog wat doen, jongens. Mijn bal, dank u. Scheids, rood. Rood, kopstoot, jongen. Kan niet maken. Lijp, kopstoot. Oh, net niet, man. Net te zacht. Ah, oh, wat is Johnny. Mexico. Mijn bal. Koekoek.
Ah, net niet houden. Zonde. Oh, scheidsobstructie! Ik heb moeten schieten. Sukkel dat ik ben. Mexico. Mexi. Kom eens. Hij reageert zo traag. Niet normaal. Mexico. Oké, kom maar. Ach. Meneertje Pele. Bij hem lijkt het nu ook al zo. Je ziet ook dat zijn aannames niet helemaal kloppen. Oh, wat een lekker goaltje! Laat de zon in je huid. Schijt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Doe toch maar even. Laat de zon in je hart, schijnt toch voor iedereen, geniet van het leven. Pa-pa-ra-ra-ra-pa. Lekker Maldini. Lekker Johnny. Ik wou een gullet eigenlijk. Maar het pakt helemaal niet lekker uit. Beetje schoppen toch? Beetje schoppen toch? Wat? Het is belachelijk, man. Het is echt belachelijk. Dit is belachelijk. Twee schoten. Het is niet waar. Het is niet waar. Het is niet waar. Ik geloof het niet. Vijf is een minuut door. Ja, het maakt echt niet uit of ik nog van de Sar of de Steeg op door heb. Erin gaan ze toch wel. Waarom schakelt hij niet? Hij schakelt niet! Ik zeg dat van tevoren, waarom schakelt hij niet? Je hoort me tikken nog. Ah, oh, deze game, jongens. Derde schot van hem, derde goal. Waarom heb ik dat nooit? Dat is echt belachelijk. Het is absurd. Och jee. Ai. Laat de zon in je hart. Man. Mikado. Ah, ik heb toch al lang gespeeld. Oké, kom maar. Oh, wat? Ja, dat is bij het spel. Game is geen game, nee man.
Alsjeblieft. Ah, joh. Ik heb me lang gepast. Ik word hier wel een beetje moe van nu. Het is geen eerlijk spelletje. Man. Houd toch op, joh. Is dat niet normaal? Ah, ik heb me op mijn hoofd gekrapt, nu is het pijn, man. Nu is het een pukkel of zo. Nou, stop nou eens, man. Ach joh, wat gaat hij met die bal maar doen, joh? Wat? Zag je dat? Hij ging dwars door me heen. Zag je dat? Dat is toch raar? Dat is toch raar? Ja, dat ligt aan mij, ik heb geen idee. Maar ik vind het raar. Yo! Let's go! Ik zag die wagen niet te koop zetten en die persoon die hem overneemt betalen voor het overnemen. Nou, dat is ook wel heel erg. Nee, dat gunnen we hem ook weer niet. Kijk, het is niet de beste FIFA die we hebben gespeeld, maar het is natuurlijk wel FIFA. Ach joh, waarom doet mijn keeper dat nooit? Hij stopt gewoon met rennen, ik heb R2 al ingedrukt, hè? Dat is even die bizarre dingen soms. Ah, dit is een lekkere bal. Dit is een lekkere bal. Nu moet hij komen. En terug. Openen. Doe maar. Ah, oh, zo'n zieke counter geweest. Ik had eigenlijk voetrol moeten doen. Dan was hij, ik hem uitgespeeld. Het is een goede bal. Ramos, kom maar. Ah, dit is niet normaal, man. Hou op met me. Blijf spel.
Dat is niet normaal, jongens. Het zit mee of het zit mee? Die game gaat zo traag, man. Oh, daar gaan we. Bij het spel, toch? Ah, hij pakt hem! Volgens mij was het nog bij het spel. Oké. Okay. Hé. Dat is KNBS ook goed, zeker. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, wat moet je doen dan? Maar hier linksback. Let's go. Ja, dat is gewoon zwaar terecht. Lekker. Ah joh. Johnny is nog wat toe, man. Hé. Dit is afgelopen. Let's go. Denk ik voor een gemaakt. Ga naar de stream gaan kijken. Kom kijken hoe goed hij is. Hij heeft vier schoten, man. Kijken of hij überhaupt op futbus staat. Ik ben sterk, man, dat deze man op futbus staat. Geen verbindfit is. Hoe heet hij ook weer? CD nog wat, hè? Heeft iemand zijn naam nog toevallig? Vierkantje. Oh, sick. Thanks, man. Oh, yo. Ik heb vandaag een moeilijk scoren. Sick. Nee, ik speel gewoon tegen een neppe gast, man. Oei. Hey, lelijkert. Lelijkert, zegt hij gewoon. Lelijkert. Oei. Die dame. Wat gevaarlijk weer dit. Jolas. Lelijkheid zegt hij gewoon. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Oh mijn god, dit is niet normaal. Oh wacht, ik moet die shitjes veranderen, dan zie ik het soms niet. Turkie! Zo niet geplaatst, hè? Trouwens, Turkije. Zonde. Normaal zijn ze wel altijd geplaatst als Nederland, alleen. Ik weet niet. Turkije en Nederland zijn best niet goed of zo. Geen idee. Ik moet een witte shirt hebben, denk ik. Kom ik door Spanje shirt ook. Oh, Duitsland! Oh ja, man. Ik ga nog even lekker nagenieten.
Ah, ik heb niet een thuisje van Duitsland. Shit, ik moet niet een thuisje van Duitsland hebben. Oké, even kijken. Duitsland. Oh, ja, zou ik een beetje clickbait in de titel zetten? Pro FIFA Player Weekend League, tuurlijk. Ja, maar mag ik gewoon een klein beetje clickbait doen, mag wel toch? Ja, het is niet echt clickbait eigenlijk. Oké. Okay. Ik heb clickbait gedaan. Jongens, straf me. Oh. Straf me. Maar trouwens, Sibren Bos, thanks voor de follow, baasje Bas. Thanks voor de subbies. Voor de follow subbies. Je snapt het wel. Oh, best hard team trouwens. Sander PN 1987. Ja, ik vind de som best wel hard, man. Ik vind de som best wel hard. Laat de zon in je hart. Schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Titel maar even. Zeg beter dan de Gea. Nee, maar ik heb niet het gaat verbeteren. Laat dus. Wow, het gaat opeens weer snel. Wow, yo. Het gaat opeens knijtersnel. Ik heb net echt 2-3 potjes achter elkaar gehad. Het ging echt super slow. En nu gaat het opeens knijtersnel. Dat is echt raar. IE weet nog niet wat hij wil. Geef maar een geel. Want die EU die weet het niet. Oh, wat een bal. Ja, heel goed gespeeld. Oh, hij mist hem. Johnny is nog aan toe. Ha! Dat is een mooie goal geweest. Ik kan zeggen wat je wil. Ah, ik ben echt slecht. Ik ben zo slecht. Terwijl gisteren spook ik best wel aardig, alleen vandaag spook ik gewoon knijten. Slecht. Geniet van het leven. Duur toch maar. God. Laat de zon in je hart. Niet instappen. Ik zeg nog zo en toch doe ik het. En. Wow, yo! Die gast ga ik echt kans houden. Lijpe shit. Dank je, Lonneke. Hoor je dat geblaf ook van mijn hond? Best wel heftig. Oh, Doorie. Sorry, Doorie. En Lonneke, dankjewel Lonneke en Doorie dan. Ramos! Oké, ik heb echt geluk. Dat is wel beter.
Wat heeft iedereen met die glitches, ouwe? Dat is toch niet normaal? Het is gewoon verdiend door Danny van, maar het is toch niet normaal? Als je gewoon put gewoon vanaf de middenlijn, put hij de bal gewoon voor. Ah, ik vind het echt belachelijk, man. Tweede keer dat ik dat nu al zie gebeuren. Wat een bullshit. Niet normaal, man. Het gaat echt nergens over deze game. De hele game is één grote fout. Ach, Johnny is nog aan toe, man. In het echt geeft ze ook niet zo'n slechte bal. Helemaal klaar mee. Man. Ah, jongen, weer! Nou, man. Van de sotte. Ja, lekker man. Dat is toch raar? Je kan niet zulke ballen hebben. Pak een niveau. Lekker nieuws. Pak een niveau. Pakken. Nee, stop. Ga weg man. Gek. Ik was even vergeten die glitch. Net op dat paasje te veel. Sterk, tuurlijk. Ik ga die 40 nog halen, Tony. Ik hoop het, man, maar de achterkant is heel klein. Ten eerste, ik speel niet heel lekker, zeg maar. En ten tweede, ik weet niet, je moet ook wel een beetje geluk hebben voor 40-0. Weet je, je moet alle potjes winnen. En gewoon tegenstander, weet je, kan heel moeilijk zijn of heel makkelijk. Of, weet je, het verschilt heel erg. Dus het is een beetje dubbel. Laat de zon in je hart. En plus de zeus moeten mee zitten. Oh, keeper, tuurlijk te stegen, jongen. Johnny is nog aan toe. Hoe kan dat nou, man? Waarom geven jullie geen normale ballen? Ah, waarom bij hem wel? Ik kom later online, dus later vertel ik allemaal. Waarom?
Wie wat waar wanneer waarom. Komt later allemaal. Ik mag nog niet zeggen. Het is niet omdat ze niet meer in de Eredivisie spelen, team voor Hugo. That's not the reason why. Niet te doen. Boom! Hallo. Testen, ga doen. Nee, dat meen je niet! Nou, wat is Johnny? Dan stopt hij gewoon met rennen. Ah nee, ga fietsen. Ga fietsen! Nee! Tuurlijk. Dank u. Bij spelscheids, dank u. Ja, ik ga zo ook België kijken. Denk ik. Ah, Vieira. Ik weet het niet, man. FIFA mag maar niet. Ik denk dat we dat ook door hebben dit jaar. Wat? Scheids! Hallo! Ah, dat is toch belachelijk? Oeh. Goeie bal! Tuurlijk man! Oh. Lekker man! We kunnen wel een beetje iets beter spelen, ondanks de delay dan. Want deze gast is gewoon echt goed. Kan niet omheen. We kunnen wel beter spelen. Kijk. Lekker. En door. En door. Killen! Killen! Oh, zo nee. Zie je, we beginnen wat meer te creëren. De baltempo blijft hoger, we gaan weer van kant naar kant. Goeie tackle, Johnny is nog aan toe man. Heel lekker. Pop, pop. Meegeven. Gooi even die akker eruit. Penalty. Dank u. Videoref, jongens, videoref. Volgens mij was het een zwalbe van Pelé. Ja, was een zwalbe, we niet aangeraakt. We willen de videoref zien. Het is dan niet normaal, jongens. Het is dan niet normaal. Goed, ik gebruik een clickbait, man. Nee, ik heb geen idee. Ik vind wel lachen. Misschien voor de mensen die niet weten. Ik denk ik probeer dat dus.
Mexico. Oh, wat? Ik snap het niet, hè? Waarom kunnen ze altijd dwars door me heen lopen? Twee mannen? Ik snap dat gewoon oprecht echt niet. Ze lopen altijd dwars door me heen. Ik heb net gezien, special card van Blik Gas. Nee, nog niet. Moet ik even kijken. Hoe heet die? Rieke, volgens mij, die moet al op ons spel zijn of zo, hoor. Spullen echt goed. Of speelde ik echt zo nep? Ik speelde echt zo nep. Oh mijn god. Ik heb gewoon moeite met mensen die niet goed zijn. Oké, wat we gaan doen? We gaan België kijken. En na België ga ik weer verder spelen. Wat ik op België ook wel graag zien. Mexico weet ik niet zeker of die wil zien. In België ook wel even zien. Dus volgens mij begint het bijna. In een half uurtje begint hij volgens mij. Dus die gaan we even checken. En dan gaan we weer verder. En ik kaart onlukken Tony. Goed dat je zegt Bas, ik ga nog even kijken, zou ik doen. Oh nee, je kon hem als uitdaging krijgen, dat was het. Ik weet niet wat zijn statistieken zijn. Heeft iemand zijn statistieken te volgen? Dan kun je het ook wel zien, oh je dagelijks toestel. Online seizoen afbeeldingen. Ik speel bijna nooit online seizoenen, man. Ik ben pas de Divisie 4 ook. In de Weekend League moet ik een Spaanse speler hebben, maar die heb ik niet. Ik ga zo mijn titel aanpassen. Even naar 10-0. En dan ga ik even afsluiten, gaan we even België kijken en dan kom ik straks terug. Dus goed, iedereen die Belgisch is voor België, succes met België. Dan zie ik jullie straks. Ik denk, na de wedstrijd ben ik weer live, denk ik. Of als het weer saai wordt of zo. Als België 3-4-0 voor staat, ben ik ook weer live. Want ik wil wel natuurlijk wel een beetje spanning in de wedstrijd hebben. Daarvoor gaan we kijken. Dus that's the reason why. Dus tot straks. Dan gaan we gewoon weer verder. Ciao.